In de loop der eeuwen hebben Nederlanders herhaaldelijk zichtbaar ingegrepen in de kaart van het land dat ze bewonen. Ze blijven dat doen, ook in deze tijd. Dit is niet zomaar een groepje bomen, dat is een kunstwerk. Het is hier zeker in die eerste maanden een volledig kaal en bijna onherbergzaam woongebied. De stad die had geen geheugen, maar moest een kathedraal krijgen. Een groots werk dat de stad op de kaart zou zetten. Als het aan de kunstenaar ligt, dan laat hij het gewoon versterven. Want dat is een natuurlijk proces. Een ode aan de tijdelijkheid. En hou vast in de oneindige ruimte.